Waarom keek je net zo verdrietig? Als ik jou zeg Angela, haar ogen, wat zeg jij mij dan? Gewoon kijk er niet in. Oké, Talking Ginger belt mij en ik denk dat ik hem wat te vragen heb, dus let's go. Wil ik deze video sneller dan dat ik mijn headset op heb voor extra geluk in je leven? Ik weet zeker dat ik ga winnen van jou. Oh, ik hoor niks meer. Oh, nice. Dan kan ik eindelijk zeggen dat je op een kwal lijkt. Ik hoor nog wel, Bob. Maar je zei dat je niks hoorde. Dat was een grapje. Een tijdje geleden besloot ik om te praten met Talking Angela. En dat was een domme idee. Hij heeft gelijk. Het was eng. Het was eng. En vooral dat ene woord. Eng. Zeg maar, vroeger werd er beweerd dat er iemand in de ogen van Talking Angela zou zitten. Ik heb ook ogen. Ja, Bob. En daar heb ik dus in de vorige video wat nader onderzoek naar gedaan. Totdat Talking Angela mij uitdaagde tot iets. Namelijk een applicatie van alle talking animals. We hebben het hier over Ben, Pierre, Tom, Ginger, Hank, noem het maar op. En Bob? Nee, geen Bob. Je bent geen dier, Bob. Maar ik kan blaffen! Ja, ja. Oké, dit is de app in kwestie. Tom Friends. Oké, oh. Alright. We got Little Tom. Oh, dat is zo cute. Kijk hem dan. Hij heeft ook echt zo'n schattig pakje aan. Het is gewoon een reden om katten aan te kleden. Oké, Tom. Oh, vangen! Dat is niet aardig. Ik wil dat ook met jou doen. Nee, Bob. We pakken hem rustig op. Hij wil naar de voetbal. Ik wil hem naar het schoolbord brengen. Dit is zo gemeen. Dit is toch niet eng? Talking Angela zei dat dit eng zou worden. Nou, bij deze. Wauw. Hij is goed met een voetbal. Soort van. Oké, hij moet naar het toilet. En hij gaat naar het... Dat is niet het toilet. En hij gaat naar het toilet, alsjeblieft. Oké, er zit trouwens ook een toilet naast. Is dat Angela? Angela rent er vandoor. En Tom is klaar op het toilet. Maar ik ben nog niet klaar op het toilet. Dan ga je. Kijk, Angela met haar mooie wangetjes staat helemaal klaar. Gewoon voor Tom. We brengen Tom er naartoe. Tada. Oh, zo cute. Mijn hart smelt. Echt waar? Moet ik de ambulance bellen? Niet echt, Bob. Oké, schijnbaar willen ze allebei de bus in. Dus ik zou zeggen, laten we dat doen. Dit is toch totaal niet eng? Oeh, we kunnen naar een... Die bus ging veel te snel. Dat is een bekeuring waard. Oké, we hebben hier verschillende soorten dingen. En die kunnen we schijnbaar aanklikken. Een party dress, een jurkje. Ik hou van jurkjes. Sinds wanneer? Een microfoon. Amazing. Ik hoop dat een van hun twee goed kan zingen. En ik denk dat dit de laatste... Oh nee, er zijn er nog een aantal. We hebben 5 stukken taart. Dit zijn al onze beloningen. Oh my gosh. Ik moet zeggen, ik dacht dat deze app eng zou zijn. Dat is wat Angela mij vertelde. Maar dit is amazing. Oh nee. Ik heb de microfoon nodig om je te horen. Oké, dus we gaan samen een liedje zingen. Jij kan niet zingen. De vorige keer knapte het raam kapot. Dat is niet waar, Bob. Hey, dat was jij die dat deed. Dat is niet waar. Kijk maar. Wel. Zei je toch? We hebben nog een raam. Tom Friends wil toegang tot de microfoon. Prima. Moet je het de microfoon niet vragen? Ik ga niet praten met de microfoon. Hallo Angela, wat leuk dat je er bent. Ik ben door jou uitgedaagd om deze app te downloaden. Wauw Angela, wat een prachtige stem. Mooier dan die van Bob. Hey! Angela, wat bedoel je met ik zie het? Ik heb mijn ogen toch niet voor niets gekregen? Mooi rood shirt heb je aan. Angela, hoe weet je dat ik een rood shirt draag? Luister Bob, het gaat net zoals de vorige keer. Het lijkt alsof ze me ziet. Dat is niet raar, Job. Ik zie jou ook. Kijk. Ja, maar jij zit naast me. Wat doet ze met haar ogen trouwens wanneer ze praat? Zien jullie dat? In ieder geval, Ginger is verdrietig. Waarom is Ginger verdrietig? Jij, Dutch Tuber, hebt gepraat met Ben, met Tom, met mij, met Hank, maar niet met Ginger. Oh, Ginger heeft ook zijn eigen app? Angela, ik ga daar geen antwoord op geven, want ik wil eerst weten wat je met je ogen doet de hele tijd. Wow, bestuurder. Welke bestuurder? Bob, hoorde je dat? Ja, ik hoorde het, joh. Bestuurder. Een beetje spelen. Ze ontkent het. Maar ik hoorde toch echt dat ze zei, het komt door mijn bestuurder. We kunnen op de bubbeltjes drukken. Oh.
Hij zwaait. Hoi Tom, laten we hem wat te eten geven. Nou Tom, wat wil jij eten? Appel, kiwi... Henk! Hoi Henk! Dat is een leuke foto. Die zou ik boven mijn bed hangen. Maar nu hangt er een foto van Barbie, toch? Wie gaan we eerst te eten geven? Tom of Henk? Laten we beginnen met degene met het mooiste neusje. Ikke! Nee, die van mij! Ik heb 12 snotjes! Babop! Let's go! We geven Henk een appel. En we geven Tom een kiwi. En we geven mij... lucht. Wow, lucht! Dat wil ik ook! Bob, lucht is gratis. Pak het gewoon. Oh, zien jullie dat? Een peper. Laten we die aan Tom geven. Sorry, Tom. Job heeft geen spijt. Hij zou het zo weer doen. Oké, dat is waar. Patatjes, pizza of sushi? Spam in de comments wat jij zou kiezen. Ik ga voor een warme pizza. Hij valt flauw door pizza. Nou, mij gebeurt dat altijd bij taco's. Ik moet de dokter bellen. Nou, genoeg eten in ieder geval. Dat is duidelijk. Angela heeft ook honger. Terwijl Tom moet douchen en Henk naar het toilet moet. Eerst het toilet. Ga naar het toilet jij. Amazing. Dat hoef ik niet te zien. En Tom, jij moet in bad. Hey! Terwijl Angela ondertussen eerst wat moet eten. Oeh, mystery box. Ik heb geen internet, staat er. Als ik geen internet heb, hoe kan deze app dan werken? Misschien ben ik de wifi. Nee Bob, jij bent niet het internet. Nou, whatever. We geven haar in ieder geval wat sushi. Hopelijk vindt ze het lekker. Oh, wat een muziekje. Het raakt mijn hart. En die heb ik geen eens. Geen probleem. Zal ik het hart van de buurman stelen? Nee, Bob, doe dat. Tom wil skateboarden. Ik wou ooit skateboarden, maar het skateboard ging op mij zitten. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat hoor ik iedere dag met Bob. Tom kijkt een beetje verdrietig. Wat zou er met hem zijn? Tom, waarom keek je net zo verdrietig? Je mag het niet zeggen van Angela. Waarom zou dat niet mogen? Nou, gewoon. Dat vinden haar ogen niet leuk. Tom, luister. Kan jij mij meer vertellen over Angela haar ogen? Misschien, maar niet vandaag. Morgen? Luister, Bob. Heb jij ook het idee dat hij heel zenuwachtig doet? Ja, het klinkt als mij wanneer de tacos op zijn. Ja, precies. Nou, als je het echt wilt weten, misschien kun je beter met Henk babbelen. Die vertelt vaak meer. Henk. Oké, Henk. Prima. Dankjewel, Tom. Henk! Misschien moet ik iemand niet... wanneer ik zijn naam zeg. Henk, we gaan eerst even in bad. Zo. Hey Henk, tijdje niet gesproken. Klopt. Hoi Dutstuber. Hoe is het met jou en Bob? Nou, gaat op zich prima. Hoi Henk! Ja, het gaat goed met ons! Ik heb gisteren mijn zwemmen... Het gaat goed met ons. Henk, als ik jou zeg Angela haar ogen, wat zeg jij mij dan? Luister Henk, ik heb het ook aan Tom gevraagd, maar waarom mag ik niet in haar ogen kijken? Omdat de baas dat niet leuk vindt, Stuber. De baas? Welke baas? De baas van de snackbar? Die gaf mij laatst een gratis kroketje. Bob, dat is anders. Luister, je hebt het aan mij gevraagd, je hebt het aan Tom gevraagd. Waarschijnlijk aan Angela, maar heb je het ook aan Ginger kunnen vragen? Nee, Ginger, ik heb hem eigenlijk nog nooit gesproken. Weet hij er meer van? Ik weet genoeg, Henk. Tot zo. Doei, Henk. Je bent een lief puppy. Dankjewel, Bob. Maar blijf de volgende keer van mijn tennisbal af. Heb je weer aan zijn tennisbal gezeten? Ja, wat, Bob, hier, we hadden daar iets over afgesproken. Zie er dan, Angela, heen en weer huppelend, terwijl ze naar het toilet moet. Wat zit er verstopt achter die ogen? Oh nee, Tom is ziek. Kijk, die snottebel. Mijn snot is soms heel satisfying. Genoeg info. Oké, we moeten hem even helpen. Met dit. Ik prikte hem in zijn bil. En hij voelt zich beter. Dus als jij ziek bent, Job, moet ik gewoon in je bil prikken. Jij blijft hem alle tijden van mijn bil af, Bob. We gaan met de bus. Hop in. Waar gaan we naartoe? Voetbal? Spatel? Die gebruik je op pannenkoekendag. Ja, of de speeltuin. Interessant. Oh, dat ging weer echt veel te snel. Gratis beloningen. 80 muntjes. Hamer. Een... sopje. Kan je je eindelijk eens wassen? Dat doe ik elke dag, Bob. Nou, je geur zegt wat anders. Nog één. Tja. Een teddybeer. Maar inderdaad, waar is Ginger? Angela moet naar het toilet. Moet ik haar laten gaan? Spam ja in de comments als ik... Laat haar naar het toilet gaan, Job. Ze moet plassen. Ik laat haar al gaan. Let's go. Ik vind het... Hoor ik nou scheetjes? Waarom doet ze dat met haar handen? Wat doe jij op het toilet? Ze is klaar en ze wil nu naar de keuken. Oké, let's go. Ga ervoor. Pannenkoeken. Wauw. Ik ga niet nog een keer wauw zeggen. Ik ga het echt niet doen. Wauw. Want Bob doet het al. Interessant, die Ginger. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat hij zijn eigen app had. Nou, bij genoeg likes kan ik misschien de volgende keer...
Top. Zeg maar alsjeblieft dat jij hebt gevraagd aan Ginger om ons te bellen. Nee, dat heb ik niet. Oké. Talking Ginger belt mij. En ik denk dat ik hem wat te vragen heb, dus... Let's go. Hey, Ginger. Oh ja, natuurlijk. Je bent een kat. Maar meer van, je kan praten toch? Want Angela is ook een kat. Wow, ben je bang omdat ik Angela zeg? Hij is bang voor Angela, joh. Ik merk het. Luister, Ginger, kan je één keer proberen om in mensentaal te praten? Zullen we even praten? Oké, goed zo. Dus kan jij mij meer vertellen over de ogen van Angela? Praat eens met me. Maar ik praat toch al met je nu? Praat met mij. Als je met mij praat. Ik had hem letterlijk aan de lijn. Ik denk dat Ginger bedoelt praten in zijn app. Je hebt gelijk. Ga ik niet doen. Ga ik niet doen. Ik ben klaar met het hele Angela gebeuren. Bij 30.000 likes gaat Jon met Ginger praten. Stop hier nou eens met... Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. De volgende... Oh my gosh, Bob. Raakte jij nou zojuist mijn voet aan? Wat een mini-handjes heb je. Ik zit 5 meter van je vandaan. Dat was ik niet. Hoe bedoel je? Oh my gosh. Ik heb serieus het idee dat hier net iets liep. Ik kan me alleen niet voorstellen. Oh my gosh. No way. Ik weet niet of ik het goed zag, maar het leek oranje. En het heeft mij dit gegeven. Een XL gummy van een cherry. Mijn huisdiervlieg heeft de cherry, maar hij vloog weg. Bob is een vlieg als huisdier niet raar. Ik hield van cherry. Oké. Oh my gosh. Sorry, cameralens. Dat was niet zo bedoeld. En jij vindt het raar dat ik de zandbak kus? Dat is anders, Bob. Oh my gosh. Dit ding is mega. Het lijken op billetjes. Maar ruikt het er ook naar? Huh? Oké, het is tijd voor de coolste zonnebril ter wereld. Mijn zonnebril is weg. Dit ding is sick. Kijk hoe groot hij is. Zou iemand dit serieus kunnen opeten? Mijn naam is Bob en ik zou dat kunnen opeten. Naast Bob dan. Normaal zijn die dingen echt zo. Dus dit is echt 100 keer groter. Let's try it. Oh my gosh. En het smaakt 100 keer beter. Zou ik dit kunnen laten werken als een ketting? Let's try it. Oh my gosh. Nu is het letterlijk een zonnebril. En als iemand met mij wil praten, doe ik gewoon dit. Maar gelukkig wil er niemand met je praten. Je hebt gelijk. Ik ga ze verlossen van elkaar. Ze zijn nog steeds niet verlost. Nu zijn ze verlost. En nu zijn het oorbellen. Eet je oorbellen op, Job. Oké. Dus ja, talking gingerbellen. Het klinkt als een avontuur. Bob, serieus, heb je weer honger? Is dat je maag die aan het grommen is? Nee, dat is dit schattige oranje katje. Schattige oranje katje. Bob!